Dat is knap snel kwijtgeraakt. En het is dat Stevens dat goed oplost nu. Op dat schot. Tavia. Castanjos gaat, Ziyech is vrij. Ziyech. Aardig. Ja, niet alleen maar aardig. Heel erg leuk, heel erg doeltreffend. Corona. Ik wou zeggen een aardige voorzet, aardig gemixt. Maar dat er zoveel zou gaan gebeuren, dat zat er toch eigenlijk nauwelijks in. Verrassend op het hoofd bij de Mexicaan. Verrassend raak. En de debutant, nou ja, de debutant, de man rechtsachter, is dus de verliezer. En Ajax staat achter. En weer een foutje. En gezien dat Sillissen wat voor het doel stond, dat is tegenwoordig al bekend. Kijk eerst eens naar de keeper. Corona. Kiesna. Grapje, vrije trap mee. Wat doet hij dan? Hij loopt gewoon mee. Schöne met de vrije trap. Kiesna. Dat is ook raak. Dat is schitterend ingelopen. Viergever. Kortom, binnen 10 minuten ook hier twee doelpunten al. Kiesna met zijn actie. Kiesna dus met zijn actie. Teten bijna. En Bjelland dan even met wat opruimen. Teten. Kiesna aardig aangenomen. Aardig aangenomen. Was er gaan staan om aan te nemen en vervolgens verder te kunnen. Zinkgraven. Bassoer. Bassoer. Ajax tweede. En er is geen houden aan voor Twente. Even eerst een appelletje voor wat Hens, maar ja, terecht doorgegaan. En dan op de borst. En raak. Zo leidt Ajax met 2-1. Tapia, ja, die is sterk. Qua lichaam. Krijgt hij de bal ook zo voor zijn voeten dat hij kan schieten? Nee dus. Corona. Corona. Tapia nu wel voor rechts. En dan een goede reactie van Sillissen. Een aanvallen van de keeper door Castanjos. En dan de wissel. Veldman eraf. En dan komt deze Van der Hoorn voor hem in. Tapia. Tapia. Corona wilde. Maar lag er kansloos. Wordt het weer een korte? Ja. Zinkgraven. Van der Hoorn had hem bijna meteen ingetikt. Latschman. Ziyech. Castanjos. Castanjos. Nu moet het gebeuren. Ziyech. Ja, dat maakt hij beheerst af, Ziyech. Castanjos heeft de kans, Sillissen redt en Ziyech is er om te zien waar iedereen staat en hoe hoog die bal moet gaan om toch een doelpunt te hebben. Castanjos, botsing en Ziyech, ja, dat moet er dan over die twee heen die daar op de grond liggen. Sillissen is razendsnel wel weer op de been, maar die doet hij goed, 2-2. Algazi. Nu verwacht je een individuele actie. Daar is hij. Daar blijft hij. Daar gaat hij schieten. Ja, en Stevens heeft mazzel. Stevens. Bassoer. Zinkgraven. Goed gezien, snel gespeeld. Algazi. Algazi.
Kiesna aan de andere kant, ja. Oh. Zo ligt er even wat open. En springen zij, soms nog wel eens gezien, als concurrenten elkaar in de armen. Samenspelend van rechts en van links. En de bal gaat van rechts en gaat naar links en daar glijdt Kiesna tegen de bal. Want waarom laat die bal, gaat die bal door bij de Ravens? Auw, pijn aan de ene kant. Ja, raar. Vreugde bij de ander. Twente achter. Klaassen, Bajor, Kiesna, Kiesna. Nu is El Ghazi aan de andere kant. Andere combinatie, hetzelfde veld. Nee, omdat Steven zich niet gewonnen wil geven. El Ghazi. Je zit hier bij Lars van, komt goed uit. Viergever. Kiesna. Kiesna. Ja, dat kunnen ze. Ja, je zit daar toch met verbazing naar te kijken hoor. En dat is heel erg leuk. Zo'n individuele actie maakt voetbal wel heel erg aardig. En dan nu El Ghazi. Mielik. Achterloos neergelegd en schitterend afgemaakt. Ja, Kiesna. Maar oh, wat is dat mooi wat Mielik doet. Het is achterloos. Ajax heeft nu 5000 doelpunten gemaakt op het hoogste niveau. Dus ook als zodanig staat hij genoteerd. Ghazi, Mielik, 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 Kiesna, Kiesna, Kiesna. En ja, Stevens heeft geen zin om te wijken. Lang blijven opletten, dat doet hij. 4-2 voor Ajax in deze wedstrijd in de Arena. Doelpunten viergever, Bajor, Kiesna twee keer. Corona en Ziyech aan de andere kant.